gaat om meer dan 10.000 treinen per jaar. En zowel op de weg als op de vaarweg hebben wij een hele hoge intensiteit. Nou, wij hebben heel veel vrachtwagenbewegingen, meer dan 10.000 op een dag. Wij vinden het natuurlijk heel belangrijk om de doorstroming van het spoor goed te houden. Stilstaan, dat willen we niet in het transport. Wij zien veel organisaties die met mobiliteit betrokken zijn, experimenten doen om te komen tot nieuwe slimme mobiliteitsoplossingen waarbij data en datadelen centraal staat. Nou, het basisprincipe dat wij hanteren is dat je juist de data gaat delen. Niet alleen binnen je bedrijf, maar zelfs ook met partners buiten je bedrijf. Het is gewoon ontzettend leuk om te zien dat er veel meer uit te halen is dan als je dat alleen zou doen. Voor Talking Traffic wordt de Data Service gebouwd. Dat is daarmee onze launching customers. Dus daar werken onze developers met man en macht aan. We bouwen hier echt aan een soort opvolger van het internet die het mogelijk maakt om niet data met elkaar uit te wisselen, maar waarbij eigenlijk direct informatie met elkaar gaan uitwisselen. Een uitspraak is snel gedaan, maar de impact die die heeft, namelijk dat je miljoenen informatieverzoeken per minuut aan moet kunnen, dat je partijen met elkaar moet laten samenwerken die in dagelijks leven misschien ook een concurrent zijn, dat is echt wel een behoorlijke operatie en een enorme innovatieve stap die we met elkaar moeten zetten. Yeah. Wij bieden uiteindelijk een infrastructuur, maar wij hebben daarnaast snoeiharde partijen nodig die weten welke data de waarde zit, weten hoe je daar informatie van maakt en welke informatie uiteindelijk relevant is. Je hebt elkaar keihard nodig. Door in vertrouwen samen te werken kun je enorme stappen zetten. De Data Services Hub zal live gaan op het moment dat ook Talking Traffic zijn resultaten aan de buitenwereld gaat tonen. Dus daarmee gaan we hand in hand eigenlijk van start. Ik denk dat Nederland hier klaar voor is. Zoals we zien, de impact die files nu hebben, daarbij wel kritisch kijkend naar de veiligheid. Dus de enige manier om te komen tot echt slimme oplossingen is door het samen te doen. Het is mijn droom om daar met de Data Service Hub een belangrijk steentje bij te dragen.